Nou, daar zijn we dan. We gaan het gewoon eens even proberen. Zijn we live? We zijn hartstikke live. Nou, welkom. Wacht even, ik kom eerst naar jou toe, want anders kunnen ze je niet horen, hè, de mensen thuis. Welkom aan de Parallelweg nummer 13 hier in Goes. We gaan even een virtuele tour doen. Samen met Colin, ik ben Frederiek. En we laten jullie deze mooie woning zien uit 1935. Gemoderniseerd door de eigenaar. Dus hij is helemaal eigenlijk instapklaar. Buiten zie je inderdaad dat er rollijpen zitten bij de ramen. En we hebben aan de zijkant nog een grote garage. Dus, lekkere parkeerplaats voor de auto. Dus ik zou zeggen, loop mee naar binnen. De halve klassieke binnenkomst, toilet, trapopgang naar boven, garderobe. De meterkast zal ik zo laten zien, maar we gaan eerst even lekker de woonkamer in. Doe even het deurtje dicht, hè? Ja. Dat is leuk. Het zonnetje schijnt wel, het is nog fris buiten. Ja, best wel. Ja. Maar de kachel kan ook aan, zie je? De kachel kan aan, er komt een heerlijke warmte vanaf. Ja, houten kachel, ja. Dus dat is goed voor de verwarming. Vloerverwarming zit onder de PVC-vloer. Dus dat is allemaal netjes weggewerkt. Als we naar de raam kijken, hebben we mooie shutters. Nou ja, zeg, geweldig. Ja. Nou jongens, we hebben al 6 kijkers, dus dat schiet lekker op. Dat is mooi. We zijn nog maar net begonnen. Je mogen vragen stellen. De deur dicht. Nou, zoals je ziet is het een lekkere, ruime, open keuken. Met meer dan voldoende werkplaats. Allemaal mochtjes. Ja. Dus deze is helemaal vernieuwd. Ik zal even het een en ander laten zien qua apparatuur. We hebben hier de vaatwasser, prachtige inductie kookplaat en aan deze zijde oven, combinatie en inderdaad de koelkast met vriezer. Dus hier kan je heerlijk kokerellen, je hebt ruimte voldoende om met familie, vrienden lekker te staan. En wat het fijne is, nu begint het weer lekker weer te worden met het zonnetje. We doen de mooie openstaande deuren open en je zit heerlijk onder de veranda. Waar je eigenlijk het hele jaar door lekker van kan genieten. Gaan we straks even doen, hè? Ja, straks gaan we even, doen we buiten. Gaan we even buiten zitten, precies. Ja. Precies. Ja. Wat hebben alles we nog meer? Alles in het kunststof hier, dus dat is super. Boven is het hout, maar hier beneden is het allemaal kunststof. Lekker. Wat is dat? Hier, ja, dat is het verrassende aan deze woning is dat die ook levensloopbestendig is. Want je hebt een slaapkamer en een tweede badkamer. Oh, dit is niet de hoofdbadkamer? Nee, dit is niet de hoofdbadkamer. We hebben gewoon twee badkamers. Twee badkamers, ja. Oké, doe eens een lampje aan. Ik doe een lampje aan. Hier heb je de douche. Ik zal even eruit gaan, dan kan je even kijken. Oké. Okay. Oh, zo. Ja, ja. Ja. Douche met wastafel. En een spiegel, moet je opletten, hoor. Ja. Oh ja, lekker en een douche. Grote koppen ook boven. Valt er niet mee, hoor, filmen. Nee. En Facebooken tegelijk. Ik zie dat Aline kijkt. Hartstikke leuk, Aline. Ja, cv-opstelling die zit hier ook. Maar Nefit uit 2014. Dus, en eventueel kan je ook je wasmachine hier neerzetten. Als dat wenselijk is. Maar we hebben een hartstikke grote bijkeuken. Dus wat dat betreft zal dat waarschijnlijk niet nodig zijn. Loop je mee? Ja, ik loop achter jou. Want, zoals ik zei, we hebben hier een kamer op de begaande grond. Ja, kan slaapkamer, kan eventueel kantoor. Diverse mogelijkheden. Helemaal voor jezelf om in te richten. Ik snap het. Ja. Dat is gaaf, man. En dan een kamer in New York ook gewoon. Ja, dat is pure luxe. Ja, dit is gewoon echt, echt lekker als je zo ziet. En dan... Ja, eten koken. Wat opvalt is het huis wel veel groter is als je aan de voorkant staat, denk je, ja. Nou, het is niet heel groot. Maar het is toch echt wel een fors huisje, stiekem. Ja, zeker.
Ja, ik zie dat, als je dat ziet hier op deze verdieping, op de begane grond, de badkamer erbij en de slaapkamer. En als je zo meeloopt, hebben we nog een verrassend ruime bijkeuken en nog een garage. Oh ja? We gaan kijken. Kijk, waar komt het afstapje? Kijk, en dit is gewoon hartstikke lekker. Voor al je, ja, je was. Het is een mooi keukenblok wat hier eigenlijk ook nog staat. Dus het is niet een bijkeuken, maar eigenlijk een tweede keuken, kan je wel zeggen. Ja, zeg, twee badkamers en twee keukens. Ja. Dus, ja. En er is hier ook een aparte elektriciteitsgroep voor de garage. Oké. Okay. Ja. Oh, hier zit nog op de knip. Op slot gezet. Even kijken. Even wat spierballen nodig. Ik zie nu trouwens wel, dat is even heel grappig, maar je moet dus je telefoon op zijn kant houden. Oké. Okay. Want ik kan mijn telefoon niet meer draaien nu. Dus alle kijkers, even je telefoon kantelen. De meesten wisten het al, denk ik, inmiddels. Maar toch. Anders zien ze ons scheef. Anders zien ze ons 90 graden uit het lood. Dus we moeten even kijken hoe we dat morgen anders gaan doen. Want ik heb een zogenaamde stabilizer. Dat is hartstikke leuk, die stabilizer. Maar je moet hij wel recht. Hij stabiliseert zeg maar 90 graden. Ja. Ja, in ieder geval, je ziet hier ruime garage. Kan de auto in eventueel. Tegenwoordig doen de niet veel mensen dat meer. Maar voor je hobby eventueel motor, klussen. Een garage. Volop, dus. Inderdaad. Precies. Twee openslaande deuren naar buiten. Oh ja, en dan kun je dus hier langs naar buiten. Of je pakt de openslaande deuren. Ja. Dus je hoeft niet met allemaal, als je in de tuin gaat werken, hoeft dat niet door het huis. Maar kan het lekker vanuit de tuin, de bijkeuken, de garage, de deur uit. Oké. Okay. Dus. Gaan we naar buiten of gaan we naar boven? We gaan naar boven. Oké. Okay. Doen we eerst. Nu kregen we ook een vraag van mensen van, joh, je zit hartstikke dicht bij dat spoor. Hoe zit dat nou precies? Ja, kun je dat eens uitleggen? Het spoor zit er. Dat want ik zie feit. Het spoor hier zo. Ja. Even kijken hoor. Oh ja, door de shutters heen. Ja, je ziet hem niet echt, zeg maar. Nee, het spoor zie je niet echt. Er zit maar hij is er wel degelijk. Ja, dat is een feit. Je zit hier wel een lekkere, rustige straat, want het is doodlopend. Dus zoals je ziet aan de overkant heb je veel meer last van het autoverkeer. De treinen komen voorbij, maar er is extra geïsoleerd glas. Dus je hoort het zo goed als eigenlijk niet. Ik ben hier nou een aantal keren binnen geweest en er zijn treinen voorbij gekomen. En dat heb ik echt niet gerealiseerd in die tijd. Dus, volgens mij komt die straks langs. We gaan zo meteen even luisteren. Ja, even voor mij. Ik zet even de muziek uit. En dan kunnen we precies. Dan kunnen we straks horen of je het nou echt ook hoort of niet. Want volgens mij vallen we natuurlijk, als we hem straks wel horen, gigantisch door de mand. Hè? Dat begrijp je. We hebben de dienstregeling erbij gepakt zojuist. Dus we weten dat hij zo komt. Nou, ja. Kun je ondertussen nog eens wat meer vertellen over het huis zelf? Ja, het is gemoderniseerd. Alles is door de eigenaar en door professionals gerealiseerd. Dus kwaliteit is het uitstekend natuurlijk. Ja, als je hier binnenkomt, zeker. Oh, kijk eens. Daar hebben we hem inderdaad. Daar komt iets voorbij. De goederentrein deze keer, niet eens. Oh, maar die goederentrein? Die is lang. Ja, dat is een zware. Ja, dat is... Hoe lang komt dat ding? Nou, het is... Ja. Nauwelijks. Nauwelijks. Te verwaarlozen. Dat klopt. En als je zelf hier bezig bent en je leeft en je hebt toch de muziek aan of je bent aan het praten, dan heb je dat echt niet, precies. Niet door. Dus dan kunnen we in ieder geval door naar boven gaan. We gaan eens boven kijken. Nou ja, een duimpje, geweldig. Veel te weinig duimpjes, jongens. Loop jij eerst? Ja, dat is beter. Op, ja. Ik heb een spijkerbroek aan, ook allemaal. Nou, loopt deze kamer maar in zeker? Ja, boven drie lekkere slaapkamers. Deze is dus aan de voorzijde gesitueerd. Hier zijn de kozijnen wel van hout, beneden alles kunststof.
wel de rolluiken. Dus ja, van hier zie je het spoor, hoe dichtbij of ver weg het is. Het is maar net hoe je het bekijkt. Moet eens kijken. Het ziet er ook best spectaculair uit, toch? Ja. Je ziet hier af en toe wat voorbij komen. Ja, precies. En wat reuring in de straat. Een beetje reuring is niet vervelend. Nee. Prachtig uitzicht naar de kerk van Ploetingen. Dus. Nou ja. Mooi. Zeg, het is nou open huis, hè? Mm-hmm. Dus mensen kunnen komen kijken, sowieso. Ja. Ze zijn nog steeds welkom. Ze zijn nog steeds welkom, zowel straks als morgen tijdens het open huis, ja, toch? Klopt. Wel vragen we mensen natuurlijk om even de richtlijnen van het RIVM in de gaten te houden. Dus dat betekent, we hebben keurig netjes hier handschoentjes liggen. Er is wat ontsmettingsmiddel en niet met te veel mensen tegelijk. Nee. Maar goed, we hebben nu al 6 man binnen. Net hadden we er 11 trouwens. Oh. Nu hebben we er weer 6. Het wisselt. Mooi, ja, correct. Het is natuurlijk een woning van 1935. Dus dat is, heb je je inbouwkast. Ja. Hartstikke praktisch in de kamer. Paneeldeurtjes, mooi hoor. Ja. Goed in de bak allemaal. Dus ja. Wat dat betreft lopen we even verder in de gang. Nog meer opbergruimte. Dus kun je even de eigenaar erop zitten? Nog twee is dit lekker vol? Oh, we hebben open huis, we ruimen even op. Alles moeten we zien. Dus, ja, precies, je hebt gelijk. Kleinste kamer van deze verdieping. Maar lekker hier kan je, of tenminste zo van het andere raam, gaan we even lekker de tuin inkijken. Dan zie je dat ook goed. Ja, prima slaapkamer. En aan deze kant nog één. Hier hebben we nog één. Dus, met beneden erbij, heb je al 4 goede slaapkamers. 4 volwaardige slaapkamers, zeker. Dus, als ik even het rolgordijntje nog meer, dan zie je precies. Ja, dan zitten we misschien tegen de zon in. Er staat ook staan natuurlijk pals uit. Ja, de aanbouw die is gedaan heeft natuurlijk een EPDM dakbedekking. Ja. Dus dat is hartstikke goed. Achter zie je de schuur. Met houtvoorraad, maar daar zitten ook de zonnepanelen op. Oh ja. Aan de andere kant. Dus we zien ze. Op de zuidkant, ja. Ja, klopt. Lekker de zon erop. En we zitten naar de riethoek te kijken. Ja. Dus hier heb je ook nog zo'n heerlijke praktische inbouwkast. Oh ja. Ik vind die paneeldeurtjes trouwens echt geweldig. Is ook leuk. Sowieso een leuke kamer, want dit moet ik zeggen. Feestelijk, al die kleurtjes zo. Ik hou er wel van. Ja. Nou ja, we hebben we hier. We zijn nog niet klaar. Waar komt die trap vandaan, joh? We hebben hier een soort van een hulpje. Wat is dit dan? Nou ja. Nu wordt het gebruikt als een beetje de chill-out ruimte voor de kinderen. Oh ja. Dus ja, ik kan er staan. Ja, jij kan er staan. Ik heb hakken aan. Ik kan er zelfs ook staan. Ja. Dus wat dat betreft, ja, is het wel een ruimte die je kan gebruiken. Het uitzicht is wel, wel leuk zo, hè? Super. Dit is een Velux. Velux, ook. Ja. Ook dubbelglas, goed geïsoleerd, dus. Dan gaan we weer naar beneden. Ga jij maar naar beneden dan. En dan gaan we de tuin in. Er zit een kleine airco. Dus ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, inderdaad. Oh, kijk eens, daar is die. Ah. Heb jij hem gehoord? Ja, ik niet. Het is dat je het zei. Nou, ik hoorde hem niet, maar ik zag hem. Voordat je hem hoorde. Ja. Nou, dat is de andere kant van die zolder. Hebben ze overigens een luikje geplaatst. Ja, beneden kunnen we lekker douchen. Maar hier, gaan hier kun je badderen. Lekker, hier kun je lekker badderen. Nou ja, gave vloer zeg. Ja. Ja, mooie badkamer. Toiletje erin. Ja. Dan staat Frederik weer. Ja. Spotjes ingebouwd aan de bovenkant. Dus, Nog even een beetje wennen aan dit apparaat. En niet te veel de spiegel in kijken, hè? Waarom niet? Kijk, daar ben ik weer op. Wat het fijne is, hier ook grote Velux-raam, lekkere lichtinval.
gaan eens die mooie tuin. Oh ja, die tuin. Die wilde we graag weten. Ja. Dan ben ik weer. Ja? Die spiegel had ik even niet opgerekend. Even een technische... Technisch verhaal? Technisch verhaal, ja. Ja, gemoderniseerd, alle elektriciteit. Ah ja, nou, er zit meer dan genoeg in. Ja. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Oh, hier dat man. Toiletje, ja, inderdaad. Ik zou er zo voorbij lopen. Het is, als je niet moet, ja, dan loop je er gewoon voorbij. Dat hoef ik niet, hè. En we hebben hier een kleine opwerkruimte, dus wat dat betreft in trappengangen ruimte. Ja. Nou, dan gaan we maar eens buiten kijken, toch? Zeker. Het is toch fantastisch als je zo heerlijk de tuin in kan stappen. Wat een leuke tuin. Dit is gaaf. En hier kan je al vanaf het begin, als het zonnetje begint te schijnen, zit je hier gewoon fantastisch. Dus het is het hele jaar door. Mooi hoor, bij de openstaande deuren. Ik vind deze ook gaaf. Er komt weer een trein, joh. Ja, dat klopt. Hier zo die... die spotjes ook in dit in de overkapping. Ja, spotjes in de heel mooi. Super, hè? Ja, onderhoudsvriendelijke tuin, maar wat een ruimte, hè? Daar weet ik niet hoe ver je kan lopen met de lichtje. Best een stukje. Ik heb nu tegenlicht, dus ik loop zo snel mogelijk door. Ja, kan ik even draaien. Mocht je aan de garage en de bijkijker niet genoeg hebben, dan hebben we hier nog een berging. Ja, het ziet er heel gaaf uit. En we hebben in ieder geval nog genoeg hout. Houtvoorraad, dus die kan we wel heel goed. En dan nog een berging erbij. Die kunnen ook nog wel even vooruit. En aan de andere kant van deze berging, aan het dak, zitten de zonnepanelen. Ja, die wil ik gewoon zien natuurlijk. Ja, absoluut. Je kan ook rondom. Hier nog een klein beetje hout. Oh ja. Ja. Oh, daar zit die zonnepanelen. Ja, ja, ja. Oh. Even leren wat boven en onder is. Ja. Kijk toch hier zo'n plaatje zo. Ja, dat is heel gaaf. Ja. Heel gaaf. Dus ik zou zeggen, mocht je morgen in de... Ja, vanmiddag kan nog eventueel. Morgen ben je ook van harte welkom om hier eens te komen kijken. De eigenaar loopt graag een rondje met je. Rekening houden inderdaad met de regels van 1,5 meter afstand even op dit moment. Dus. Zijn er nog vragen binnengekomen? Ik heb geen vragen, nee. Dat is wel jammer hoor. Ik had wel vragen willen hebben eigenlijk. Ja. De gedachte is natuurlijk dat het een beetje interactief is, maar... Ja. Ik heb nu allemaal passieve kijkers. Ja. Geen vragen. Op zich dan is dat... Ik niet even in de zon. Dan zit hij weer met de ogen. Nou, we lopen nog één keer even naar die keuken, want dat vond ik toch echt wel een van... Maar moet je kijken hoe je lekker hier ook kan zitten, hè? Ja, ga zitten dan. Ja, en dat is de vrijdagmiddag, hè? Het is tijd voor de vrijdagmiddagborrel. Gaan we die zo nemen, of niet? Eigenlijk wel. Dan maakt het dan het plaatje compleet. Dacht het wel. Ja. Ik ga nog even naar die keuken. Een bak met ruimte trouwens, zeg. Ja. Qua opbergruimte meer dan genoeg. Gigantisch. Ja. Ja, het is magnifiek. Je kan er volop genieten. Helemaal goed. Ja. Eens even kijken. Als ik nu op dit knopje druk. Kijk eens. Hop. Dan zijn we er allebei. Ja. Oh, we staan tegen het licht. Het licht even zo. Het even zo. Nou, ladies and gents. We vinden het hartstikke leuk dat jullie hebben... Goedemiddag.